Als kleine jochie, ik was een jaar of 9, kwam in Curaçao. En op een gegeven moment, 30 mei 1969, 50 jaar geleden, Google maar 30 mei 1969, waarom is dat Curaçao, dan kunnen jullie dat zien, was Curaçao in vlam. Havenarbeiders en petroleumarbeiders, raffinaderij, die kwamen in opstand vanwege het feit dat Shell raffinaderij op Curaçao, een van de grootste raffinaderijen had op Curaçao. Maar al die Europeanen, witte Europeanen, afkomstig uit Europa die daar werken, kregen het dubbele salaris van lokale arbeiders. En op een gegeven moment waren die werknemers zo beu dat ze in opstand kwamen. Ze begonnen, ze hebben het werk neergelegd en in een stoet gingen ze naar Willemstad. Onderweg zijn ze vergezeld door havenarbeiders die ook bij de stoet aansloot. En dat heeft me ontzettend veel geïnspireerd. En ik ben gaan kijken waar ligt het dan, waarom is het gebeurd. En toen kwam ik erachter dat er door die onrechten mensen in opstand komen. Dat heeft me geïnspireerd dat ik me altijd had gezegd van ik moet toch bij een vakbond zijn. Toen ik in Nederland kwam heb ik me altijd bij een vakbond aangesloten, de FNV. Toen ik lid werd, begon ik me te gaan verdiepen in het werk van de FNV. En hoe kan ik mijn een bijdrage aanleveren? Nou, zodoende ben ik terechtgekomen bij een kaderlid. En zo ben ik opgegroeid tot ik voorzitter van de hele kadergroep ben geworden met 1900 leden bij DAF in Eindhoven. Wij zijn een van de grootste sector in de metaal in Nederland samen met VDL Netcar. Afgelopen maanden hebben we een strijd moeten voeren en dat was niet makkelijk. We hebben wel successen gehad, maar 3,5% loonsverhoging bijvoorbeeld. Dat was ook nooit het geval, want als je 3,5% loonsverhoging in de strijd zet, dan krijg je meestal 2,5 of 3. Maar we hebben 3,5% in de strijd gegooid en we hebben ook 3,5% loonsverhoging gekregen. Een generatiepact. Waar oudere mensen van leeftijd boven de 60 jaar 4 dagen kunnen werken, 90% salaris en een 100% pensioenopbouw. We hebben 3000 vaste banen kunnen realiseren voor uitzendkrachten. Maar hoe hebben we dit allemaal bereikt? Want de werkgevers die waren allemaal alert op onze stakingen. Want we gingen de straat op, we gingen op flyeren. We kondigen die staking aan en er waren de werkgevers erop voorbereid. Ze namen stakingbrekers. Stakingbrekers zijn mensen die ze op het laatste moment inhuren om onze werk over te nemen onder de mond van uitzendkrachten. Maar dat mag eigenlijk ook niet. Toen hadden wij dat ook door. Toen hebben we een van onze beste wapens in de strijd gegooid. We hebben een sms-bom. SMS-bom is het volg. We gaan lekker werken en de werkgever weet er niks van. En iedereen, alle leden, alle stakers, die waren geregistreerd via hun telefoonnummer. En dan kregen ze een sms'je en dan verlaten we het werk. Dat was heel opstandig, want de werkgever zei, hey, mensen komen werken en die verlaten het werk. Maar dat was een van onze beste wapens. Zodoende met die wapen hebben we kunnen realiseren dat wij niet bang waren voor de werkgevers. Wij deden onze mond open. Vooral veel jongeren en ook heel veel uitzendkrachten. Die stonden gewoon achter ons. Want die zagen, dit kan niet. En vooral op dagen dat DAF ontzettend goed draait. En die wil per se dat wij gewoon op het werk blijven. Want we kunnen niet vrij krijgen. Want het was een topjaar voor DAF. Miljarden mensen gaan naar Pacair. Onze moedermaatschappij in Amerika. Maar als je een dag vrij bent of vraagt, dan moet je eigenlijk op je blote knieën naar de baas vragen. Mag ik alsjeblieft vrij zijn? Dus dan hebben we ook dagen dat onze moslimbroeders met suikerfeest geen vrij konden krijgen. Dus dan hadden we stakingsdag op die dag georganiseerd, zodat ze ook met de familie.
hadden we ook, konden ze ook met hun familie een traditionele religieuze feest vieren. Want bij DAF, het is niet een feest die geregistreerd staat in de CAO, tot nu toe, jammer genoeg. En zodoende hebben we heel veel bereikt. Onze president-directeur die waarschuwde ons, jongens, let goed op als jullie gaan staken, een soort intimidatie. En op dezelfde moment gooiden we sms bon, verlieten we de zaal met zijn toespraak. En dit stond hij daar te kijken van, hey, die mensen die ondermijnen mijn gezag. Maar wij waren gewoon niet bang. Door dit succes hebben we 1900 leden achter ons staan, en onder andere heel veel jonge strijdbare werknemers. Natuurlijk hebben we ook de media bereikt door bestormen van de FME gebouw. En misschien als jullie dat hebben gezien op de RTL Nieuws, waar mevrouw Dezentje Hensing een flauwe lulverhaal stond, dat mijn collega's die waren geïntimideerd en die gingen ziek naar huis. Ik sta op de voorgrond van die meneer kwam intimiderend over. Als jullie die film hebben gezien, stond ik daar inderdaad bij. Maar dat was gewoon arbeiderstaal die we hebben uitgevoerd. Van, jongens, kom eruit, we willen met jullie praten. Maar ze waren gewoon bang. En in de media lieten ze gewoon een of andere gek verhaal horen. Maar goed, dat is ook aan hun gelaten. Dus ik ben een strijder. Ik ben altijd voor mijn collega's klaar. Ik ben met een stem geboren. En dat laat ik ook graag horen. En ik laat me niet intimideren door mijn baas. Alhoewel het feit dat ik na 23 jaar altijd een goede beoordeling had. Altijd een goede functioneel gesprek. Afgelopen jaar heb ik een hele slechte beoordeling gehad. Dat is een soort van intimidatie. Maar dat laat ik me niet uit de weg slaan. Ik ga gewoon door. Want per slot, wij werknemers zijn de pilaren van de economie. Dus wij zorgen dat er hier geld in het laag komt. Dus ga jullie allemaal morgen naar je werk en vermenigvuldig jullie zelf met een vakbondslid. Dank u wel.